Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robbe en in deze video ga ik jullie drie beginner farms tonen die je zeker moet hebben in Minecraft. Of voor in het begin van uw Minecraft wereld. Dus ja, laten we meteen beginnen. De eerste farm gaat worden een farm voor voedsel. Je kan er wheat, carrots, potatoes, beetroot, what the fuck je maar wil mee farmen. Maar oké, dus. Hoe we het gaan maken is, we gaan eerst gewoon een rij van 10 bloks maken. 1. Dan zetten we hier gewoon aan elke kant gewoon even 1 blok. Zo. Wat we dan gaan doen is, we gaan hier een blok slopen. Hier 2 bloks. En hier een blok. En dan zetten we hier gewoon dispensers met een waterbucket in. Dat is handig, want dan kan je met 1 druk op een lever gewoon al je water laten stromen. Dan gaan we nu eerst even het redstone systeem maken. Je kan het ook gewoon handmatig oogsten. Of gewoon zelf waterbuckets plaatsen als je geen zin hebt om te kleuten met redstone, maar oké. Wacht, ik zie nu dat ik het een beetje heb opgefokt. Want mijn hoofd werkte niet. Je moet het zo zetten. Een kleine fout van mij. Want anders kan je redstone niet deftig verbinden. Dus kleine fout van mij, sorry. Zo, dan is nu alle redstone verbonden. Oké, wat we dan gaan doen is, we gaan gewoon 7 stairs hier plaatsen. Of een gat van 7 en doe dit mee niet. Juist waar ik mijn farm wil gaan bouwen zit een waterpool. Oké, dan gaan we die even een beetje dicht doen. Oké, de pool is dicht, dus never mind. Oké, nu is de pool hopelijk dicht. Dus wat ik wil zeggen is, je doet een rij van 7 blokken weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En zetten we daar stairs. En dan gaan we die stairs water lokken. Oké, en dat doen we dan ook aan de andere kant. Oké, dan moet je normaal gezien dit hebben. Als je dat hebt, dan is het goed. Wat we dan gewoon gaan doen is, we gaan hier over al die waterlocked stairs gaan gewoon cobblestone of slabs of gewoon iets plaatsen gewoon. Allee, ik vind het, of je kan het ook gewoon zo laten, maar ik plaats er liever gewoon iets over, maar oké. En wat we dan gewoon gaan doen is, we gaan overal hier farmland van maken. Want ja, we willen natuurlijk crops kunnen plaatsen. Oké, dan hebben we nu dit. We zouden kunnen zeggen van, yay, dit is onze farm. Maar dit is wel een beetje weinig. Dus vind ik persoonlijk wel een beetje weinig plaats. Dus wat we dan nu gaan doen is, we gaan hier 2 blokken naar beneden graven. En dan ja, dan zetten we daar ook even een blok zodat het water niet gaat verder stromen. Maar hier doen we dan nu hetzelfde, maar dan 8 blokken lang met stairs in plaats van 7. Oké, mensen, dan hebben we normaal gezien dit. Dan gaan we weer hetzelfde doen, gewoon hier weer cobblestone op plaatsen. Weer, het hoeft niet per se, maar ik doe het gewoon liever omdat ja, ik vind dat gewoon zo beter als er cobblestone over zit. En ja, dan kunnen we weer gewoon alles gaan hier farmland van maken en gewoon crops van planten. Nee, wacht. Geen farmland, ik heb een domme fout gemaakt. Je moet eerst hier dit hier zo uitgraven. Anders gaat water niet verder stromen, wat was ik aan het denken. Oké, dan is het nu gewoon dan is het nu klaar. En wacht, we kunnen het ook nog verbeteren door hier hoppers te plaatsen. Oké, als we dan gewoon hier in het midden 2 chesten gaan zetten. En daar hoppers mee gaan verbinden. Als je het water laat stromen. Doen die alle wortelen kapot of wat je er hebt geplant. Dan gaat het mooi in de hoppers. En via de hoppers in de chest. En dan komen alle items in de chest terecht. Dus dit is de eerste farm. En dan gaan we nu door naar de tweede must-have beginner farm. En oké, mensen. Als tweede farm gaan we maken een bomenfarm. Want ja, we hebben natuurlijk heel veel hout nodig in de early game. En wees niet getreurd. Want we gaan als derde farm een bone meal farm maken. Zodat we genoeg bone meal hebben om onze bomenfarm van bone meal te voorzien. En als we meer eten nodig hebben, kunnen we ook gewoon hier bij deze farm gebruiken onze bone meal. Maar oké, dus. Gewoon begin gewoon met een toren van 32 scaffold. Of gewoon cobblestone blocks met ladders. Desnoods als je geen scaffold hebt, gewoon omhoog te bouwen. Wat we dan gaan doen is, we gaan gewoon een 2x2 van bomen plaatsen, daar 2 blokken tussen. Dan weer een 2x2 bij bomen, dan daar weer 2 blokken tussen. Zo. Zo gaan we doen, of ik ga nu gewoon een 2 grote bomen bij 2 grote bomen doen. Zo. Je kan het 3x3 maken of 4x4 als je wil, maar ik ga het gewoon even zo doen.
Zo, dan heb je normaal gezien dit. Wat we dan gaan doen is we gaan deze farm, alleen deze boom bone mailen, deze bone mailen, deze bone mailen, deze bone mailen. Je moet het zo doen, want op bedrock kan je niet gewoon, als die te dicht bij elkaar staan, gaan er geen, gaan die grote bomen niet willen groeien. Ik weet, pittig jammer, maar wat je dan gewoon gaat doen is gewoon, je gaat van boven naar beneden gewoon alles gewoon hakken met uw ex. Beeld je even in dat deze boom helemaal gehakt is, maar dan, en dan jump je gewoon zo op de volgende. Of ja, 32 is misschien wel een beetje hoog. Misschien is iets van 25 blokken scaffold beter, maar ik heb gewoon even 32 gepakt. Maar bij nader inzien, 32 blokken scaffold is wel een beetje heel hoog. Dus ja, doe maar 32 blokken scaffold en dan heb je zo'n mooie bomenfarm. Als je op Java bent, kan je het heel mooi doen. Dan kan je gewoon al die, normaal zien, kan je dan gewoon al die grote bomen gewoon zo tegen elkaar zetten. Dan is het veel makkelijker. Dan kan je gewoon in één groot blok dat allemaal hakken. Maar ja, op Bedrock is het iets, is het niet zo'n groot feest. Oké, mensen, voor de derde. En echt gewoon must have beginner farm. Want deze gaat bone meal maken. En bone meal is zo fucking chill in de beginning. Oh fuck, ik ben cactus vergeten. Dat cactus kree. Key in een ingrediënt. Waar staat mijn cactus? Hier staat mijn cactus. Oké, dus dit is een automatische bone meal farm. Het enige wat je moet doen is hem maken. En dan gaat hij automatisch bone meal produceren. Niet zo heel veel, maar je kan er gewoon meer verdiepingen bovenop doen. Want deze is echt gewoon heel goedkoop. Want om een tweede verdieping buiten te maken heb je gewoon 1 extra water source blok nodig. 4 zand. 4 cactussen en een beetje bloks en voilà, je kan een tweede extra verdieping maken. Maar nu ga ik gewoon even 1 verdieping maken. Wat we dan gaan doen is, we gaan hier zo zandblokken plaatsen in deze formatie. Dan zetten we daar cactussen op. Zo, cactussen. Wat we dan gaan doen is, we gaan met glas of met een ander blok, maakt niet uit, gaan we hier gewoon zoiets maken. En dan slopen we deze bloks zo. Zodat stel een cactus groeit, dat die automatisch, want een cactus, als een cactus groeit en er zit een blok naast, wordt die cactus automatisch gebroken. Dan gaan we nu even de omheining maken. We gaan die voor nu 4 blokken hoog maken. Oké, mensen, dan hebben we normaal gezien dit. Ik gebruik gewoon glas, omdat je kan daar doorkijken en dan kan ik een beetje zien wat er in mijn farm gebeurt. Maar oké, wat we dan gaan doen is, we gaan daar een water source blok plaatsen. Wat we dan gaan doen is gewoon, hier gaan we het 4 naar beneden graven. 1, 2, 3, 4. Dan van onder plaatsen we een chest. Als je wil kan je dit doen en er een large chest van maken. Wat we dan gaan doen is, we gaan een hopper plaatsen. Een composter, een hopper. En dan gaan we hier gewoon een beetje een trappetje maken. Want ja, we willen natuurlijk wel naar boven kunnen. Oké, als we dat in, dan is onze farm, onze boommeel farm nu af. Ik ga het even demonstreren met deze stick cactussen. Die ga ik even helemaal droppen. Want ze breken af van de cactussen. Ze gaan in het water, dan gaan ze in de hopper. Even, hoeveel moet ik er nog droppen? Fuck, wat doe ik dom? Ik kan ook gewoon zo droppen. Voilà. Wat er dan gebeurt is, de hopper doet de composter in werking. En dan gaat, als de composter vol is, gaat het met deze hopper naar de chest. En zoals jullie zien, wordt er bone meal geproduceerd. En dat is natuurlijk best wel nice. En natuurlijk met 1 verdieping, 4 cactussen gaat niet zo heel snel groeien. Maar als je al bijvoorbeeld 5 verdiepingen hebt, een best wel goed aantal bone meal. En zoals je daar juist zag, voor 1 boom te laten groeien, hoeveel bone meal hadden we nodig? 1 of zo. Ik weet niet, misschien was dat omdat we in creative waren, ik weet niet. Maar toch niet zo heel veel bone meal heb je nodig om een boom te laten groeien. Dus gewoon, deze farm vind ik dat dus echt gewoon must have beginner farm. Maar oké, mensen, dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Als je de video leuk vond, vergeet hem dan zeker geen like te geven. Abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Daag!